Hallo mensen van het Games, hier is Lara Croft en vandaag gaan we weer verder survivalen. Mooie lensflares. Vorige keer zijn we escaped uit dit hal hier ergens, ik weet niet meer waar dat zit, maar in ieder geval daar ergens. En nu gaan we survivalen en we lopen vast deze kant op. Mogen jullie maar niet afflikkeren, want ja, dat is best wel diep. Ja. Yeah. Oké, okay. Nice. Wat is... Oh. Renksboot. Ja, ze is vast verder gegaan. Zoek naar de sporen om van de anderen overleven. Dat snap ik, want we moeten ons in het team denk ik farmen. Want er zijn nog meer mensen hier ergens die liggen hier gewoon random op het eiland. Oh nee, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Dat is dom. Dat moet je niet doen. Dat doe je toch niet. Nee. Kom op, rustig. Oei, bijna. Kom op, je kunt het wel. Kom op, ja, oh, niet scheef gaan. Goed zo. Ja, dat heeft ze toch nice gedaan, zo'n grote boom. Oké, de reddingsboot zit hieronder toch ergens. Die zit volgens mij, ja, daar. Dus we moeten hierheen. En hier moeten we overheen jumpen, denk ik. Ja, natuurlijk, hoppa, dat is niet zo moeilijk. Dat kan Lara Croft makkelijk. Wow, we gaan echt een hele rimbo in. Is dat niet nice? Ja, holy shit. Gewoon een vliegtuig die hangt. Dat is nice. Heel nice. Prachtig. Oké, dus we moeten hier denk ik wel aan hangen, of niet? Ja, dat kan je natuurlijk wel. Oké, doe maar. En jump! Oh mijn god, net. Hey. Oh, omhoog. Oh, weg. Springen. Oh, oh fuck. Oké, we gaan nu naar de vleugel. Holy shit, oh. Kom op, gauw. Sneller. Oeh, dat scheelt ook helemaal niks. Oei. Oké. Bijna geguillotineerd. Of als dat een werkwoord is. In ieder geval. Holy shit man, dit is echt mooi. Mooie omgeving hier. Oké, nice. Muren beklimmen. Oké. Dus we kunnen hier. Ah, prachtig. Mooie freerun move. Zou ik echt goed freerunnen? Oh, nice. Nice! Eindelijk! Heb je iets gevonden, jongens? Sam! Ja, die is lang weg. Waarom had ze spul gewoon liggen hier? Oh, camera. Mooi. Oké, dat is vuur volgens mij, ik weet niet. Oh, walkie-talkie. Geen break. Hebben ze hier geen wifi of zo? Is hier verder niks? Oh, die lensflash, zo mooi. Oké, nou ja, laten we gewoon verder gaan. Okay. Want hier ligt ook allemaal nog shit, dus ik kan hier wel gewoon. Oh. Oh fuck! Nee. Oh, dat doet pijn. Holy shit, man, hoe kon ze daar nou even afvallen? Zij is toch zo goed te vrieren en dan moet ze dat toch makkelijk kunnen. Oké, laten we gewoon hierheen gaan. Oké. Ah, oh, hier regent het mooi niet. Nice. Het is er vast pittig koud. Ah, hier kunnen we een kamp bouwen. Hier zijn ze vast geweest. Even drinken. Lekker. Oké, nice. Is anyone listening? Please respond. Nee. Geen ontvangst. Ja, we moeten vast hout zoeken eerst. Of van die... Ja, kijk.
perfect. Mooi even aansteken dat. Oh, nog één. Maar goed zo. Goed, ja. Niet uitgaan. Yes. Wow, dat fikt best wel snel. Nice. Nu heeft het lekker warm. Oké. Okay. Echte ultra survivaler. Oh, bijna ontvangst. Bijna. Het scheelt niet veel. Oh, dan gaat ze vast camera kijken of niet. Ja, tuurlijk. Dat dacht ik al. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous okay. Miko, mythical sun queen. Oh, net zo'n persoon als Nathan Drake van Uncharted. Okay. Is it serious? Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. Ja, hou je bek, bent toch bezig. I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Okay, dus het is allemaal haar schuld dat ze hier op het eiland zitten. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us, I put my safety on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Ga niet janken. I refuse to bet my reputation on your hunch. Yeah. I'm the lead archaeologist here. Ach, echt niet. You're last in the field without a TV crew behind you. Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storm. On my back. For me, the Triangle looked like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. Wat een domme laptop. Haha, gay. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're serious. I can see. He's right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Goed zo. Why am I even here? Nou ja, schijten misschien. Oké, nice. En nou zit ze hier, allemaal haar schuld. Ach, ach, ach. Oké, het is opgehouden met regenen, dat is mooi. Heel mooi. I can't just sit here. Zoek eten. Oké, dus dit is ons kamp, het brandt nog mooi. Dus we moeten nu eten zoeken. Oké. Okay. Een vogel! Pak hem! Ah, jammer. Oké, okay, laten we maar gewoon het pad volgen als dit een pad is. In ieder geval, er is maar één weg. Oh, een beest! Die moeten we hebben! Pakken! What the fuck? Oh, god. What's going on here? Holy shit. I can use that bow. Yes! We gaan met bow en arrow schieten. Denk ik. Als we dat ding pakken. Even op dit hokje klimmen. Zo. Hierheen.
Over de tak. Dat kunnen we nu inmiddels wel. Na de vorige episode. Of nee, dat was deze episode ook. Okay, pak Debo. Pak. Nu pak. En nu. Pak. Kom op. Is het nog zo moeilijk? Ah, zo. Ah, perfect. Oké. We hebben de boven... Ja. We hebben de wel. Ja, hij is lang dood hoor. Oké, nice. Natuurlijk wel. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Ja, focus. Oh, arrows. Dat kunnen we direct goed gebruiken. Ja, maar eerst even wat arrows pakken, Lara. We moeten eerst, want ik ga waarschijnlijk alles missen, dus dan hebben we goed arrows nodig. Even kijken. Die deur is dicht, ja. En nog meer arrows daar. Nou, het zijn wel veel arrows hier zeg. Die staan gewoon random, zo van die arrow dingen. Oh, nog meer arrows daar. Kijk, gewoon overal van die arrows. Over de boompje heen. Tip. Ah, vogel. Hoppa. Nice. What the fuck doet zo'n touw hier? Oh, nice. Dat is XP. Nice. Maar we moeten denk ik echt voedsel hebben. Dit is maar zo'n klein kutvogeltje. Dat hebben we niks aan. We moeten... ja, herten. Zo, die ik ze net zag. Daar moeten we op jagen. Waar moeten we heen? Nee, kunnen niet heen. Waar zijn al die herten? Herten, hertjes. Waar zitten jullie? Kom tevoorschijn, domme herten. Hertjes. Ah, kijk, daar heb je er al een. Pak een headshot. Ah, kijk, mis. In dat face. Nee, hij leeft nog. Oh. Hoppa. Zag ik nog iemand? Of hoorde ik nog iemand? Nee. Oké, rustig. Is het hier veilig? Ja, vast wel. Slacht hem maar. Oh, hij leeft nog. Sorry. Oh, dat is zielig. Nou is het beestje dood. Stout Lara. Oké. Nu moeten we het vel eraf halen. Dan kunnen we lekker eten. Lekker kerstmaal. Goed zo. Zo. We hebben eten. Oké, okay, Q. Ah, kijk, we kunnen gewoon... Alright, Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Kut, hij echt. Maar, what the fuck? Dit is geel. Hoor ik nog weer zo'n... Wat doe jij hier nou, opraten? Oprat, oh. Kan ik die ook hunten? Zo. XP. Mooi zo. Maar ik wil dit hebben, wat is dit? Ik denk dat het een mooie ketting is. Die wil ik hebben. Hoe pakken we die? Oh, bijna. Moeten we die er niet afschieten? Ah, kijk. Mooi. Kutherten.
Oh, ik wil het XP hebben. En dan gaan we terug naar het kamp met eten. Ze is nu al een goede hunter. En we hebben goed al wat XP. We hebben al... Oh, er zijn ook allemaal trashjes volgens mij, want... Kijk, heb je nog zo'n ding. Ah. Wat is allemaal geel gekleurd? Oh, wat was dat? Kutbeest. Nou ja, laat die maar leven. Ik vind hem wel schattig. Laat die het ook maar leven. Ik heb genoeg van die beesten gekild. Maar we moeten. Ik ga gewoon naar het kamp. We hebben genoeg van die dingen geschoten. Hier zijn waarschijnlijk ook niet meer. Ik denk dat die over de hele game zijn. Daar ga ik echt niet naar zoeken altijd. Want dat is saai om naar te kijken. Daar ga ik altijd zoeken. Daar heb ik geen zin in. En hoppa. More XP. Altijd welkom. Nog meer. Ik maak mijn arrows op. Ik moet hem ophouden. Ik moet gewoon naar het kamp nu. Oké. Okay, even kijken. Waar moeten we heen? Hierheen. Zo. Oké. Okay, zijn we weer bijna bij het kamp. Kunnen we lekker eten. En dan kunnen we met de volle maag weer naar de anderen op zoek. Oké. Okay. Oeh ja. Vaardigheden. Geef je vaardigheden nu vaardigheden om ze up te creëren. Oké. Okay. Oh, ik kan upgraden. Oh, even kijken. Ik ga even terug. Als dat kan. Kan dat niet? Oh, kijk. Ik kan dit allemaal upgraden. En nou ja, laten we maar gewoon door goed te observeren. Dan kun je moeilijk dieren vinden. Voedselbron ontdekken. Is goed, dat wil ik wel leren. Als dat kan. Hopsa. Oké. Okay. Dus nu worden dieren ook opgelicht. Dat is nice. Oh, we hebben geen vaardigheidspunten meer. Jammer. Oh, we hebben ook nog survival upgrades. Oh ja, daar hebben we één van. En jager upgrades. 0 van 8. Oké, okay, is goed. Snap ik dat ook. Ja, dat is allemaal niet beschikbaar. Dus gewoon weg. Oh, bereik. Nice. Yeah. Listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Okay. Please come and get me. Hey. Stay here. You can do this, Lara. Yeah, that can be best. I'm Snowden. You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. Okay, mooi. Keep your radio on. Okay. Is goed. Nice. Dus nu moeten we daarheen gaan. Is goed. Oh, weer 150 XP. Nice. Maar mensen, volgende keer, in de volgende episode, gaan we naar Rough toe. Maar dan moeten jullie eerst wel gaan liken en gaan abonneren en gaan favoriten en gaan... Music. Ja, inderdaad. Waar komt die music weg? Vast iemand op die berg daar. Maar in ieder geval mensen, dat zien we al de volgende episode. Dus tot de volgende episode. En ja, abonneer, like en deel met je vrienden. Doei.